De Europa Run gaat wel niet door, maar de inzameling van het vet gaat wel door. Wat betekent dit voor de Almelopers? Voor de Almelopers betekent het gewoon dat we nog wel geld in kunnen zamelen voor het goede doel. Nou, we hebben de afgelopen jaar de actie van de vetvlek van IMB balkonhekken hebben overgenomen. Jouke kon het niet verder exploiteren en wij hebben het verder uitgebreid met ons team. Dit jaar hebben we dan meer in de social media, de media opgezocht. En hebben we daardoor toch een groter gebied kunnen realiseren. Waardoor we ongeveer een mooi aantal kilo's aan frituurvet hebben opgehaald hier in de regio. En normaal vragen we de mensen om een donatie. En nu vragen we de mensen eigenlijk om afval. En het mes staat nu aan twee kanten. Dus we zijn zo milieuvriendelijk bezig. En we halen geld op voor de palliatieve zorg van kankerpatiënten. En Jouko heeft de actie aan ons overgedragen. En die heeft ook bij toegezegd dat hij een financiële bijdrage daarin doet van €1250 als sponsoring. En dit is in principe een actie die het hele jaar doorloopt om voor het goede doel. En proberen ons nog continu in te zetten voor het goede doel. Helaas zijn wel acties moeten afzeggen en andere activiteiten stop moeten zetten. Maar we gaan weer met frisse moed naar 2021. De reden om de vetvlek ooit te starten is de ziekte van mijn schoonouders en met de vervelende K. Ja, in 2012 gestart, samen met mijn zoon. En gewoon een heel leuk initiatief. Bij mensen dat ophalen, inleveren, verkopen en doneren aan KWF. Dat is waar het allemaal om te doen is geweest. Dus jullie hebben in de loop der jaren heel wat frituurvet in Almelo opgehaald? Nou, we begonnen het eerste jaar met 250, 300 kilo, dacht ik. En we hebben het nu uitgebracht, vorig jaar of het jaar daarvoor eigenlijk, voor 1250 tot 1500. En dat is het. We willen het graag wat meer maken. En dat is dus gelukt met de Almelopers. Ja. Ja, want jullie hebben nu de actie helemaal overgedaan naar de Almelopers. Correct. Wij faciliteren alleen nog met de adressen, de opslag hier bij mij. En we zorgen dat het wegkomt en dat het logistiek in orde komt. En de rest is eigenlijk allemaal wordt verzorgd door de Almelopers. Correct. Oké, en nu weer wordt er een redelijk mooie prijs gevraagd voor het vet en gaat het weg. Wanneer gaat het vet hier weg? Aankomende week. We hebben de grote containerbakken opgehaald en gevuld. Dus ze staan klaar om opgehaald te worden. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er dinsdagochtend gerealiseerd. En er is ook nog een stukje duurzaamheid dus? Absoluut. Wat dat betreft snijdt het mes aan meerdere kanten. En dat was ook een beetje de bedoeling. Het goede doel wordt gediend. Recyclen. Met elkaar. Het is gewoon hartstikke leuk.